Het AVAL-stadion, het stadion van AZ, Er ja, was eigenlijk uh, geen enkele oplossing leek daarvoor te zijn. Uh, er kwamen in de loop van de tijd een aantal mogelijkheden. Welke optie is het geworden? Als het goed is wordt het uh, optie het stadion in, uh, in Den Haag. Hè. Weliswaar een uh, kunstgrasmat, maar ja, dat, dat deerde AZ uh, niet. Die proberen het natuurlijk zo dicht mogelijk bij huis, hè, voor de seizoenkaarthouders en, uh, en voor, voor het publiek. Nou, ADO is uh, denk ik een kilometer of 80 uh, maximaal, dus uh, dat, dat is te doen uh, voor het publiek. Het gaat in feite maar om twee wedstrijden, voorlopig in ieder geval. Natuurlijk de return in Europa League tegen Mariupol en uh, SV Groningen, die uh, op bezoek zou komen naar Alkmaar, die moeten nu naar, uh, naar Den Haag reizen komende zondag voor die uh, competitiewedstrijd. De problemen daarna, die schuiven zich wat langer uh, voor zich uit, want uh, daarna speelt uh, AZ tegen Feyenoord uit, Vitesse uit, dan komt het Nederlands elftal uh, tussendoor en pas daarna dan, uh, dan uh, wordt de competitie ervat, alleen er zit nog wel een Europa League uh, play-off ronde tussen als, ADO, uh, of als uh, AZ uh, uh, Mariënpoel uh, uitschakelt. Kunstgras, is de UEFA daar ook mee akkoord? Ja, de UEFA van nou, die, die, de, de KNVB moet allemaal nog een goedkeuring, goedkeuring uh, geven. Normaal gesproken is er. De... UEFA eh, niet tegen Kunstgras, hè, want er zijn meerdere clubs die op Kunstgras eh, spelen, vooral in Oost-Europa. Eh, zeker in de winter vanwege de, de kou. Alleen het Kunstgrasveld van Adel zou wel gekeurd moeten worden door iemand van de UEFA. Eh. Waren er nog meer stadions in de race? Nou, er werd, werd gedacht bijvoorbeeld aan uh, SC Utrecht en er werd gedacht aan Herenveen. Uh, nou, Herenveen wilde in feite wel zijn medewerking uh, verlenen, alleen het gemeentebestuur van Herenveen. heeft geen zin om uh, aanstaande zondag SC Groningen te ontvangen, want er zijn een aantal keer problemen geweest tussen Groningen-supporters en Heerenveen supporters bij onderlinge wedstrijden, dus die wilden geen medewerking verlenen, dus daarom zijn ze uiteindelijk in Den Haag uitgekomen.